Oké, mensen, het is 11 uur. Welkom bij deze. We gaan beginnen met een uurtje presentatie over Vue. Ik zal mezelf even kort voorstellen. We gaan het hebben ten eerste over het boek Vue 2, de geactualiseerde editie. Het gaat over Vue 3. Als het goed is, hebben jullie dat inmiddels in huis. Mijn naam is Peter Kassenaar. Ik heb dit boek geschreven. Ik ben trainer, schrijver. Zelf ook front-end developer. Ik doe dat nu al meer dan 20 jaar. Dus dat is mijn specialiteit eigenlijk. Alles wat je in de browser ziet. Dingen als JavaScript, TypeScript, Vue, Angular, React. Allemaal dat soort front-end frameworks. Dus ik doe geen back-end stuff. Geen C-sharp, geen PHP, geen Java. Ik specialiseer mij echt in front-end projecten. Daarover schrijf ik. Daarover geef ik training in West-Europa. En werk ik ze nu en dan mee in projecten. Dus dat even kort over mij. Zeg je voor jouw bedrijf of voor jezelf van, goh, ik wil daar wel een training in volgen, dan kun je me altijd via viewtraining.nl kun je me ook bereiken. Deze slides overigens, wat je vandaag allemaal gaat zien, hoef je niet over te schrijven, hoef je niet dingen van bij te houden. Die staan op mijn GitHub-account hier in github.com/peterkassenaar/vdm van Dure Media, die het boek heeft uitgegeven. Hier vind je eigenlijk alle slides die we vandaag gaan bespreken. Ja, de live demo's, die moet je er dan zelf bij verzinnen natuurlijk. Maar dit gaan we in ieder geval, dit is het adres waar je dit terug kunt vinden. Oké, dat even kort over mij. We hebben ongeveer een uur. Ik heb eigenlijk in dat uurtje heb ik voor mezelf 2 doelen gesteld. En ik hoop dat we die doelen kunnen bereiken aan het einde van het uur. Ik wil in eerste instantie een high-level overview geven van Vue.js. Wat is het? Waar kun je ermee? Wat kun je er niet mee? Wat doe je? En een tweede deel van dit uur is eigenlijk gereserveerd voor hands-on praktijk. Dus ik wil je een inleiding geven in hoe je nou code schrijft voor Vue en wat je er uiteindelijk mee kunt maken. Dat zijn eigenlijk de doelen. Heb je vragen over wat ik aan het doen ben? Of vragen over het boek? Of over heel andere dingen? Dat is prima. We hebben de chatbox inmiddels gezien. Zet er even een QQ voor in de chatbox, zodat ik kan zien van oké, dat is een vraag en die zullen we dan aan het einde van de presentatie zullen we die allemaal gezamenlijk bespreken. En dan herhaal ik de vraag even, zodat ook voor de rest van de mensen duidelijk is waar het over gaat. Maar ik probeer eigenlijk 1 verhaal te houden en aan het eind de vragen te beantwoorden, zodat we niet tussendoor gaan pingpongen tussen vraag en antwoord en demo. Dus er moet een beetje structuur in blijven. Dat is eigenlijk de indeling, de Q&A. De agenda, in totaal wat ik al zei, we hebben ongeveer een uurtje. Nou, ik wil de eerste 5 minuten kort besteden aan hoe is het boek ingedeeld? Wat is eigenlijk de bedoeling van het boek? Maar ja, als het goed is, hebben jullie het gekregen en hopelijk heb je er ook al wat stukjes in gelezen en zal dat je bekend voorkomen. Dan ga ik het eerste deel hebben over een stukje achtergronden bij Vue. En ik hoop daarmee echt dat je iets meer informatie krijgt dan wat je alleen maar leest op blogposts of op Stack Overflow. Want ik werk niet voor Team Vue, dus het is geen reclamepraatje, maar ik werk wel met Vue. Dus dat zijn eigenlijk verhalen uit de praktijk. En het laatste deel, wat ik al zei, zal ik dan een stukje live coding geven, waarmee je ziet van oké, dat is hoe je een applicatie start en hoe gaan we met componenten aan de slag. Dat is eigenlijk een soort inleiding in het in hoe je het boek het beste kunt gaan gebruiken. Dus dat is de agenda voor vandaag, dit uurtje. We gaan het hebben over Vue, vuejs.org. Dit is de standaard pagina, de standaard website waar je waar ik je echt naar wil verwijzen. Want het is makkelijk om te googlen, het is makkelijk om naar Stack Overflow te gaan. Maar dit is de originele bron, hè? Dus verlies dit niet uit het oog. En ik sta er soms nog wel eens versteld van als ik zie hoe snel cursisten naar een derde oplossing kijken. Maar nee, we hebben hier in Vue.js is
echt heel veel informatie aanwezig. Je kunt hier allerlei dingen leren. Je kunt dingen leren over het ecosysteem, rondom view. Dus dat is eigenlijk tip 1 van deze dag. Verlies dit niet uit het oog. Hè? De standaard of de officiële view website, zou je kunnen zeggen. Dan iets over de indeling, want op basis waarvan ik het boek heb geschreven. Ik heb niet de website over geschreven. Dat zou wel makkelijk zijn trouwens, bedenk ik me nu, maar dat doen we niet. Ik probeer het uit nogmaals mijn verhalen uit de praktijk in een boek te logisch op te schrijven. Hè? Van hoe leer je nou het beste een nieuw framework? Het is onderverdeeld in 8 hoofdstukken en het gaat eigenlijk uit van dat je 0 kennis hebt. Dat is het begin. Het idee van, oké, hoe maak je kennis met Vue als framework? En aan het eind van elk hoofdstuk, en dat is denk ik waarin onze boeken zich onderscheiden van veel andere boeken, staan ook praktijkoefeningen. Hè? Dus je kunt zelf met die stof aan de slag die in dat hoofdstuk is besproken. Dus het boek probeert niet compleet te zijn, wat je al ziet. Het is niet een heel dik boek. Hè? Het is maar 250 pagina's of zo. Lang niet alles staat erin. Daarin kan een boek nooit het internet verslaan. Maar het kan je wel helpen om stap voor stap op een goede, degelijke manier zo'n nieuw framework te leren kennen. Nou, dat is wat ik daarin heb geprobeerd. Hoofdstuk 1 is eerst wat algemene achtergronden, wat kennis maken met Vue, in welk landschap begeeft Vue zich. Dan gaan we al snel over naar het maken van de eerste applicatie. En dan hiermee geldt eigenlijk met name, wat is de structuur van je applicatie? Probeer dat te doorzien. Eigenlijk als je het hele boek leest. Want ja, het is natuurlijk leuk als je een schermpje op het scherm kunt zetten. Je hebt een array in JavaScript met jouw data en die zet je op het scherm. En dan doe je iets, dat is mooi. Maar het gaat om het grotere plaatje, van hoe zet je dat in grotere applicaties. En dan zie je eigenlijk van die hele kleine voorbeelden die hierin genoemd staan, dat geldt ook voor grotere enterprise applicaties. Dus hou altijd het grote plaatje in het hoofd. En dan in de rest van de hoofdstukken wordt eigenlijk ingezoomd op losse deeltechnieken die horen bij jouw toolbox van Vue kennis. In hoofdstuk 3 gaat het over databinding, in hoofdstuk 4 gaat het over vmodel en het stylen van components en eigenlijk allerlei dingen die met componenten te maken hebben. In hoofdstuk 5 gaat het over hoe gaan die componenten met elkaar communiceren. Daar kent Vue eigenlijk 3 verschillende manieren voor. Nou, en dat wordt in dat hoofdstuk uit de doeken gedaan. In hoofdstuk 6 wordt het naar een wat grotere website getrokken. Hoe gebruik je nou Vue Router om te navigeren over een website, waarbij de URL netjes wordt aangepast en dat je dus een deep link in de website kunt gaan maken naar een specifieke pagina, die weer uit componenten is opgebouwd. Hoofdstuk 7 is ook eigenlijk voor grotere applicaties. Als je applicatie gaat groeien, heb je op een gegeven moment de behoefte om al je data, zeg maar al je gegevens, alle variabelen, alle state op 1 plek te gaan bewaren. Want ja, je kunt dat per component doen, maar ja, straks heb je 40, 50, 60 componenten. Dan heb je 40, 50, 60 stukjes state. Dat is niet zo handig. Nou, dat kun je allemaal bundelen in een state management oplossing. En die wordt, Vuex genoemd. Nou, dat is een standaard library die zit bij Vue en je leert hoe dat gaat in hoofdstuk 7. En hoofdstuk 8, stel dat je website klaar is, nou, dan kun je hem naar een productieserver uitrollen. En ik heb een voorbeeld gebruikt in het boek, maar probeer ook daarin weer het grotere plaatje te zien. Want, ja, ik weet wel, in jouw bedrijf wordt een bepaalde pipeline gebruikt, of een CI of een CD-proces, of allerlei andere manieren. Dus het is, er zijn allerlei manieren om dat te doen, maar de grote lijnen lees je dan in hoofdstuk 8. Nou, dus dat was eigenlijk een samenvatting van de indeling van het boek. En nogmaals, aan het eind van elk hoofdstuk staan wat oefeningen om daar zelf mee aan de slag te gaan. En dat zou ik je zeker aanbevelen, want ja, als je het alleen maar leest, dan ben je er in een avondje, 2 avondjes bij er doorheen. En als je er niks mee doet, dan, goed. Dus het lijkt mij een goed idee om dat ook in de praktijk te gaan toepassen. Dus dat is een stukje over de indeling van het boek. Ik zie al wat vragen voorbij komen in de chatbox. Nogmaals, ik ga dan aan het eind van dit uur ga ik daar even op in. Dus aarzel niet om je vraag in te stellen.
in te typen, wou ik eigenlijk. Een vraag te stellen en in te typen, zo moet ik het zeggen. Nou, even wat achtergronden bij Vue. Wat, een stukje theorie. Wat doet het eigenlijk? Wat levert het jou op? Uiteindelijk, je leert iets nieuws, maar dat doe je niet omdat het toevallig nieuw is. Dat doe je omdat je hoopt dat je daar voordeel uit gaat halen. En dan moet je eigenlijk Vue een beetje afzetten tegen, zeg maar, ik heb het even genoemd, de vorige generatie frameworks. En dat is ruwweg vanaf het begin jaren van het web, 1995, tot ongeveer 2010, 2012, want daarna zien we een volgende generatie frameworks ontstaan. Maar hè, als je nog, ik ken jullie niet, maar misschien ben je een old school webdeveloper, heb je al 10 of 15 jaar ervaring, dan ken je nog dit. Hè, dan ga je, en dat deden we vroeger, gingen we allemaal losse pagina's maken. En dan maak je een index.html en een overons.html en een producten.html. En in die pagina's ging je eigenlijk je gegevens tonen en een formulier plaatsen. En, nou, allemaal goed, niks mis mee, werkte heel goed, maar het waren wel allemaal losse pagina's. En op elk van die losse pagina's werden eigenlijk verschillende taken uitgevoerd. En voor al die taken waren losse libraries. Ik denk als je wat langer meeloopt in de webdevelopmentwereld, dan ken je ongetwijfeld jQuery. Als je wilt gaan werken met data en dat op een consistente manier in je applicaties, in je pagina's doen, dan werd Knockout daarvoor gebruikt, of Mustache, en je had Handlebars. Kortom, allemaal voor elke losse taak, dit zijn dan als het ware taken van je applicaties, en voor elk van die taken was een aparte library. En ja, dat was gewoon zo toen. Het was allemaal in ontwikkeling. En nogmaals, daar is niks mis mee. En ik heb hier even 4 of 5 op een rijtje gezet, maar je kunt er ook 7 of 8 of 20 bedenken. Maar we zijn nu eigenlijk een stap verder in de ontwikkeling van het web. De browsers die zijn veel meer naar elkaar toegegroeid. De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. Dus het werkt nog. Niks mis mee, maar we kunnen het nu beter. Als je gaat kijken naar de huidige generatie, en het is eigenlijk een beetje begonnen rond 2010 met AngularJS. Dat was het eerste framework wat eigenlijk alles op een, zeg maar, een geïntegreerde manier aanbood. Die het allemaal op één manier doet. Nou, AngularJS, ja, je kunt ervan vinden wat je wilt, maar het heeft wel de weg bereid voor een nieuwe generatie frameworks. Waarbij is ingebouwd dat je templates, scripts, databinding, routing, state management, al die dingen die we nu in Vue aantreffen, dat die op een, ja, zeg maar een consistente, geïntegreerde manier worden aangeboden. En dat is ook het doel van Vue. Om in een framework, dan hoef je maar één, nou ja, je hoeft niet maar één ding te leren, je moet een heleboel leren. Maar ja, op het moment dat jij iets doet, dan weet je bijna zeker dat jouw collega dat op dezelfde manier doet. Want het zit hier in het framework. Ja, framework, daar gaat het om. Want, dat is de manier waarop dat gaat. En vroeger, 2 slides terug, deed iedereen dat een beetje op zijn eigen manier. Ja, want de een die gebruikte Knockout en de ander gebruikte Underscore en weer iemand anders gebruikte Lodash. En daar zaten hele kleine verschillen tussen, waardoor met 5 developers had je al snel 5 manieren om een webpagina op te bouwen. Nou, en dat is eigenlijk met die huidige frameworks, waaronder Vue, is dat meer consistent gemaakt. Dus dat is een van de belangrijke doelen van Vue. Maar Vue is daarin niet de enige. Je hebt hier, dit plaatje wat je nou ziet, is eigenlijk de grote frameworks. De AngularJS noemde ik al, maar dat is nu een beetje verouderd. Maar we hebben ook Angular 2 en hoger, Angular 8, Angular 9, Angular 10. Je hebt React, wellicht wel eens van gehoord. Je hebt Vue uiteraard. Google maakt ook een product dat heet Polymer. Dat is iets minder groot, maar het is zelfs behoorlijk klein. Maar het is wel een framework wat ook die geïntegreerde manier wil aanbieden. En dat willen ze allemaal op deze manier. Dus op het moment dat je moet gaan kiezen voor een framework, sta je voor een keuze. Wat gaan we doen? Nou, jullie hebben voor Vue gekozen. Goede keuze, niks mis mee. Maar voor hetzelfde geld had je voor Angular kunnen kiezen. Of misschien voor React. Dus ik wil nu even kort ingaan. En over het algemeen vind je dit niet terug in alle bescheidenheid. Maar dat vind je niet terug in blogpost en in Stack Overflow vragen. Maar wat zijn nou de overeenkomsten en de verschillen tussen die frameworks?
Hè, want je kunt prima zeggen van oké, Vue is goed en het is snel en het is klein enzovoort enzovoort. Maar ja, de React mensen zeggen ook van ja, React is ook snel, is ook klein en is ook geïntegreerd. Ja. Wat zijn nou de afwegingen om voor het ene of voor het andere framework te kiezen? Nou, ten eerste, ze doen allemaal hetzelfde. Klinkt misschien een beetje gek, maar voor de gebruiker maakt het geen biet uit wat voor framework je hebt gebruikt. Of jij jouw applicatie hebt gemaakt met losse HTML-pagina's, ja, dat is voor jou als developer is dat lastiger te onderhouden in je team. Of dat je een framework hebt gebruikt. De gebruiker die kijkt gewoon naar een website, zal hem een zorg zijn. Maar er zijn wel een heleboel overeenkomsten. Dus elk van deze frameworks die zegt van hey, wij maken single page applicaties. Wij zijn allemaal gebaseerd op componenten. Al die frameworks, en dat maakt echt niet uit wat je kiest, hebben databinding, props, events, routing, state management, enzovoort, enzovoort. Al die dingen die je net noemde. Ja, dus dan maakt het niet uit wat je kiest. Zeg je van, goh, ik wil alleen maar een framework kiezen wat zichzelf al bewezen heeft en wat een grote community achter zich heeft staan en waarbij ik een vraag heb en ik heb direct antwoord op internet. Ook dan maakt het niet uit. Want hier, al deze frameworks, die kennen nu eenmaal een, dit wilde ik laten zien, een heel groot ecosysteem. Grote community, hoge adaptation rate. De grootste bedrijven ter wereld, die kiezen voor React. En andere grootste bedrijven ter wereld kiezen voor Vue. Ja. Dus in die zin maakt het niet uit. Het maakt mij ook niet uit wat je kiest. Ik vind het leuk als je Vue doet, maar als je Angular doet, even goede vrienden. Ik heb ook een Angular-boek geschreven. Dus dat, dan leer je dat. Maar je leert dus eigenlijk hetzelfde. En wat zijn dan toch redenen om te zeggen van oké, ons bedrijf, of ik als persoon, een individu, dat kan ook, ons bedrijf kiest voor Vue. Of zeggen we nee, doen we niet, we kiezen voor React. Even valide. Maar wat zijn dan zeg maar verschillen tussen die frameworks? Nou, ten eerste, qua syntaxis is het anders. Hè? Maar dat laat ik dan even buiten beschouwing. Want ja, voor de ene zul je Angular-attributen moeten leren kennen en voor de andere moet je Vue-attributen leren kennen. Maar dat is een kwestie van een andere terminologie. Maar je doet hetzelfde trucje. Dezelfde techniek, moet je eigenlijk zeggen. En heb ik deze twee even gegroepeerd. Angular en Vue bij elkaar gezet. Eigenlijk moet Vue een beetje hier naar het midden, hoor. Want het valt er een beetje tussenin. Maar ik heb ze eventjes naast elkaar gezet. Het uitgangspunt is het HTML-template voor Angular en voor Vue. Dat betekent dat op het moment dat jij een webdeveloper bent. Je kent als het ware HTML, CSS, JavaScript. Dan ligt het voor de hand dat jij kiest voor Vue of voor Angular of voor jouw bedrijf. Als je zegt van, god, bij ons, wij komen uit een traditionele webdesign hoek, webdevelopment hoek. Dan, en je wilt de overstap maken naar die geïntegreerde omgeving. Dan is Angular of Vue een uitstekende keuze. Want je schrijft namelijk gewoon HTML. Je schrijft gewoon je webpagina's, alleen in de vorm van componenten. En die ga je uitbreiden, en dat is het punt hier met framework-specifieke tags. Je hebt misschien een boek al doorgebladerd, of je kent al wat Vue en Angular, en je hebt de tags of attributen als een v-if, en een v-for, en een v-model. Nou, hetzelfde heb je in Angular, alleen dan heet het ng-if, en ng-for, stelletje ng-for. En ng-model, ja. Dus de syntax is anders, maar ze gaan uit van we maken een HTML-component, HTML-pagina, en die gaan we uitbreiden met framework-specifieke tags. En het framework die zorgt ervoor dat dat ding goed wordt verwerkt. En daarmee zou je kunnen zeggen, is zowel Vue als Angular een one-stop-shop. Dus het is de bedoeling van Team Vue en Team Angular van hey, ik maak een nieuwe applicatie en out of the box, het ding werkt. Je krijgt alles. Je krijgt databinding, je krijgt HTTP, je krijgt routing, je krijgt formulieren. Al die taken die we zojuist hebben gezien, die zitten hier al in. Dus je bent gewoon heel snel op weg. En ja, dan is Angular de naam wat moeilijker te zijn. Nou ja, goed, Angular heeft daar weer wat extra keuzes in gemaakt. Maar Vue is daarin heel snel. Want ja, je bent gewoon snel op weg. En dat is anders bij React. React heeft maar één uitgangspunt.
En nou ja, eigenlijk hebben ze drie uitgangspunten. Maar het uitgangspunt van React is JavaScript en JavaScript en JavaScript. Dus ja, je moet JavaScript. Alles in React is omgezet naar JavaScript. React kent dus geen HTML. Klinkt een beetje gek, want je maakt er wel webpagina's mee. Maar wat React kent is een soort dialect, en dat noemen ze JSX. En JSX is JavaScript gekoppeld met HTML. Wat we nu net hebben geleerd in de laatste jaren, om een scheiding aan te brengen tussen je HTML en je CSS en je JavaScript, alles netjes op de eigen manier. Dan zegt React van nee hoor, doen we niet. Gooi alles gewoon in één component. En met JSX, onze dialect van JavaScript, wordt dat allemaal weer aan elkaar gekoppeld. Nou ja, dat is hun visie. Dat is gewoon een andere manier. Daarbij zegt React van, hey, out of the box krijg je niks. Ah, niks. Je krijgt een view, een template engine. Maar de rest moet je allemaal zelf kiezen. Wil je routing, zegt React, dan nou prima, dan heb je keuze A, B, C, D. Kies maar. Wil je state management, dan heb je Akita, MobX, Redux, Flux. Allerlei verschillende oplossingen voor het state management probleem. Waarbij eigenlijk Angular en Vue meer zeggen van nee, wij geven jou dat out of the box. Dus het kenmerk, en de een zegt de voordeel, de ander zegt de nadeel. Maar het kenmerk is van Vue krijg je alles, maar moet je het ook op die manier doen. Anders werkt het niet. En bij React zeggen ze van nee hoor, je hebt totale vrijheid om te kiezen wat je wilt. Nou ja, dat is gewoon een andere benadering. Dus de React-benadering is daarin fundamenteel anders dan de Angular en Vue-benadering. Over het algemeen is React minder geschikt voor webdevelopers, want die moeten dat allemaal weer in JavaScript gaan oplossen. En React is juist heel geschikt voor bijvoorbeeld Java of C# of JavaScript-developers. Want ja, die zijn meer gewend om te gaan met code en zijn misschien nog niet zo bekend met HTML en CSS. React kent helemaal geen CSS. Ja, je kunt natuurlijk wel styling doen in React, maar dan moet je je CSS moet je weer omzetten naar een JavaScript variabele. Want React is alles JavaScript. Wil je een plaatje gebruiken in React, een afbeelding, gewoon een image, wat we in HTML heel makkelijk kunnen doen. In React moet je dat image eerst gaan importeren en als een, JavaScript variabele aan je source attribuut toekennen. Dus ja, dat is gewoon een andere benadering. Dus ten eerste hebben ze een andere syntax en ten tweede zijn die frameworks, die hebben daar een andere visie op hoe je je applicaties gaat maken. Dus dat is een beetje de overeenkomsten en verschillen tussen Vue. Vue is daarbij gemaakt door één persoon, door hem, door Ivan Yu. Hij is ook nog steeds de lead developer. Hij bepaalt, nou ja, niet eens eentje hoor, er is een heel team omheen. Maar eigenlijk doet hij veel voorstellen voor verbeteringen, veranderingen enzovoort. Dus dat. En Angular, voor de mensen die dat willen weten hier. Angular is afkomstig van Google en React is afkomstig van Facebook. Dus ja, er zijn ook bedrijven die zeggen van oh, ik wil niks te maken hebben met Facebook. Maar ja, dan moet je geen React gaan doen. Of er zijn bedrijven die zeggen van nee, ik doe liever geen, ik gebruik geen Google producten. Want Google heeft een negatieve naam op dat gebied. Hè, die zeggen van oké, mooi product, maar zodra het niet de omvang krijgt die ze van tevoren hadden bedacht, dan wordt de stekker eruit getrokken. En daarom kiezen veel bedrijven niet voor Angular. Ja, dus dat zijn visies. En hij is eigenlijk, het is crowdfunding. Je kunt zien, je kunt hier per maand, haalt hij een bedrag op en dat verdeelt hij onder de 10 medewerkers. Maar er is dus niet een groot bedrijf wat erachter zit. Ga je kijken naar de populariteit. Wat is nou populair, wat is minder populair? Die oranje lijn hier. Dat is React. En dit gaat hier over het aantal downloads vanaf NPM. Hè, het centrale register op internet. En dan zie je eigenlijk dat React toch wel behoorlijk populair is. En die blauwe lijn is Angular en die groene lijn is Vue. Dus in die zin is Vue het derde framework qua populariteit. Maar dit was 2019.
En in 2021, als je nu diezelfde vraag stelt, hier NPM Trends, dit adres staat erin, dus ik zou het niet kunnen doen. Ik denk dat je dan ongeveer dezelfde uitkomst krijgt. Oh, de layout is inmiddels ietsje anders. Maar je ziet eigenlijk dat Angular en Vue ja, min of meer even populair zijn. Dit dipje overigens, dat is december, dus dat was kerst. En dan hebben zelfs developers, die hebben dan vrij. En na kerst zie je weer een toename van de populariteit van het downloaden. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, React is wel het meest populaire framework. Maar Angular en Vue komen gezamenlijk op plek 2 en 3. Dus je zou ook naar Google Trends kunnen kijken en daar kun je die dingen met elkaar vergelijken. Dus dan zie je een beetje, en dat is mijn doel van dit hele praatje, hoe Vue zich verhoudt tot de andere frameworks, de andere technologieën die ook beschikbaar zijn. Wil je daar het helemaal het naadje van de kous van weten, lees dan dit blogartikel. Het staat in de slides die je kunt downloaden. Ik ga dat nu niet uitsplitsen, maar hier staat, kijk, je ziet al een beetje, als ik een beetje inzoom, het is een heel lang artikel. En je zult behoorlijk moeten scrollen en lezen, maar dan lees je ook alles over de verschillen en overeenkomsten tussen die frameworks. In Nederland hebben we een, ja, toch wel een groot bedrijf, wat met zijn applicatie met Vue heeft gemaakt. En er zijn er meer hoor, want ik kom ook regelmatig bij banken, verzekeraars, grote bedrijven die allemaal voor Vue kiezen. Dus dit is een voorbeeld van, Vue is weliswaar misschien het derde framework, maar dat betekent niet dat je er alleen maar kleine sites mee kunt maken. Integendeel. Even heel kort, voordat we naar de praktijk gaan, iets over versies van Vue. Want ja, ik heb een nieuw boek geschreven. Waarom is dat nodig? Nou, de huidige versie die op dit moment nog het meest gebruikt is Vue 2. Ik denk zelfs, als we hier naar die website gaan, die we net zagen. Hier, zie je? Op het moment dat je kiest voor Vue.js.org, hier zo, dan zegt hij van oké, je bent bezig met de documentatie voor 2.x. Klik hier als je specifiek naar Vue 3 toe wilt. Dus eigenlijk zegt Team Vue, wat ik hieruit teruglees, eigenlijk zeggen ze van oké, Vue 2 is nog de meest gebruikte en de meest aanbevolen manier om je applicaties te gaan maken. Maar we hebben nu Vue 3 sinds oktober vorig jaar, dus het is alweer 4 of 5 maanden, 6 maanden dat het beschikbaar is. Met nieuwe features, betere performance, backward compatible. Waarom is nog niet alles Vue 3 geworden? Nou, en dat is een dingetje wat ik ook in mijn praktijk dingen tegenkom. Vue 3, het hele boek gaat overigens wel in op Vue 3. Dus de Vue 3 router, de Vue 3 state management. Dus Vue 3 syntax van componenten en applicaties. Maar nog niet alles is omgezet. Hè, dat is een beetje het issue. Als je gaat werken, en dat is gewoon wat ik in de praktijk tegenkom. Ik heb laatst een presentatie gegeven of een training gegeven met waarbij het heel erg ging over unit testing en component testing. Nou, dat deed dat bedrijf met Cypress. Dat ken je misschien als testing tool. En je hebt ook Jest.io heet dat volgens mij. Moet ik even kijken hoor. Ja, Jest.js.io. Dat zijn andere unit testing frameworks. Nou, Vue 3 is nog niet helemaal geschikt om met dit soort unit tests om te gaan. En Vue 2 wel. En iets anders wat ik daarbij merkte, webcomponents, dat bedrijf wilde hun eigen Vue als kleine componenten in een andere applicatie, in een niet-Vue-applicatie integreren. Ja, dat kan nog niet op dit moment met Vue 3. He, dus Vue 3 zelf is wel klaar, maar de hele schil aan extra libraries, aan extra support, dat moet nog groeien. Dus vandaar dat ik hier op deze slide heb gezegd van hey, dat is nog een beetje in het beginstadium. Over een half jaar is dat beter. Betekent niet dat je niks met Vue 3 kunt doen, hè, want hopelijk kun je al die dingen gaan updaten. Maar stel dat jij specifieke unit tests schrijft of dat je een specifieke grafieken library hebt, of je hebt een kalendercomponent gemaakt.
dan kan het zijn dat dat nog niet samenwerkt met Vue 3. Want het ecosysteem is daar nog niet helemaal op voorbereid. Dus dat zijn even wat, ja, waarschuwing is een groot woord, maar je moet daar bedacht op zijn. Hè? Dat Vue 2 nog steeds het meest populair is. En alles wat je aan extra features en extra diensten rondom Vue 2 koopt. Ja, koopt, in je applicatie zet. Het is allemaal open source, het is gratis, maar wat je gebruikt. Wil je daar meer over weten? Ook hier even een stukje extra info. Er is Evan Yu zelf en die legt uit wat er in Vue 3 nieuw is en wat je er allemaal mee kan doen. Dus dat even ter achtergrond. En een blogpost daarover die je ook eventueel zou kunnen lezen. Nou, dat over versienummers. Dus we hebben eigenlijk gezien waar Vue leeft in het complete front-end landschap. Je gaat meestal, nee, altijd. Je kiest voor één framework. Je kiest of Angular, of Vue, of React. Ja, of je doet nog oldschool webpagina's. Kan ook. Maar niet alles tegelijk. En van die hele grote set met mogelijkheden ga ik nou inzoomen op Vue, uiteraard. Dus als je kijkt naar de architectuur van applicaties, en deze afbeelding zul je ook in het boek tegenkomen, die ziet er eigenlijk zo uit. Je Vue-instantie, dat is dan de technische term die daarbij komt kijken, de instantie van Vue, die leeft eigenlijk volledig los van je backend. En daarin verschilt Angular, Vue, React van, ja, zeg maar de traditionele en meer ingeburgerde oplossingen. Als je denkt aan WordPress of Joomla of andere CMS'en, ja, die regelen eigenlijk alles op de server. En nogmaals, daar is niks mis mee, maar je bent wel gebonden aan die servertechnologie. Wil je jouw applicatie uitrollen, jouw WordPress-applicatie, dan moet dat op een WordPress/PHP-systeem. Heb je een .NET Core applicatie gemaakt? Ja, dan moet je dat ook hosten op een .NET Core server. Anders werkt het niet. Nou, bij Vue maakt het allemaal niet uit, want het staat los. Het enige wat Vue zegt van nee, ik heb hier een... Er is internet. Alleen op het moment dat ik nog nieuwe data nodig heb, dan ga ik terug naar de server. En ja, ik zit hier de pijlen nou na te tekenen. Maar de server die zoekt de data op en die stuurt het als JSON, stuurt hier terug naar de applicatie. Maar de applicatie staat volledig los van je backend. Dus dat betekent dat je ook kunt zeggen, ik ga mijn applicatie geschikt maken voor native applicaties op een mobiele telefoon of op een iPad of op een laptop of verschillende form factors. En dat is met een traditionele oplossing gewoon een stuk lastiger. En de technische term die daarbij komt kijken heet single page applicaties. Je hebt maar één HTML pagina, je index.html. En die Vue-instantie, die bestaat weer uit allemaal losse componenten. Lees daarvoor hoofdstuk 2, 3 enzovoort en verder. Je hebt altijd één startcomponent, nooit meer. Maar in die startcomponent kun je allerlei kindcomponenten hebben. En die kindcomponenten kunnen weer andere componenten hebben enzovoort enzovoort. Dus zo bouw je eigenlijk elke Vue-instantie bestaat uit een boomstructuur van componenten. Dat moet. Anders werkt het gewoon niet. Dus dat is eigenlijk de manier waarop je de architectuur van je applicatie in elkaar zit. Je kunt dat nog een stukje complexer maken door bijvoorbeeld te zeggen van oké, ik ga er een router aan toevoegen. En die router die leeft dan binnen de Vue-instantie. Maar binnen die router kun je weer verschillende, via de navigatie, kun je verschillende componenten laden. Dus op het moment dat je op een andere navigatie-item klikt in je hoofdmenu, dan zegt hij van oké, ik ga nou kind 4 laden. En die heeft misschien weer kindcomponenten 5 en 6. Dus dan wordt de URL ook weer bijgewerkt. Dus dat is wat de router doet. En er zijn verschillen, let daar goed op, tussen Vue 2 en Vue 3. Je kunt dat niet zomaar updaten. Ja, dat kan wel, maar je moet dan ook de code updaten. Je kunt natuurlijk zeggen, dan installeer een nieuwe package. Maar dan moet je ook de code updaten, want de router is vernieuwd tussen Vue 2 en Vue 3. Hetzelfde geldt overigens voor state management. Maar dit is een beetje een visuele manier hoe je de applicatie in elkaar zet. Uiteindelijk in de code heb je gewoon losse bestandjes, maar het is goed om voor jezelf even een wireframe te maken waar je die componenten intekent. Nou, dat was een beetje, het zijn wat achtergronden, wat theorie overview. Hier wil ik eigenlijk nu overgaan
naar een stukje praktijk van hoe ga je nou een applicatie maken met componenten en hoe stop je daar data in. En ook dan, ik probeer een high level overview te geven. En waarschijnlijk heb jij in jouw werk of voor je hobby heb je veel complexere componenten, maar die zijn altijd terug te brengen tot een bepaalde basisstructuur. En dat hoop ik je te leren met dat boek. Als je ten eerste gaat kijken naar de vereisten, wat moet dat ding kunnen? Nou, ten eerste, je moet Node.js hebben. En Node, ja, je kunt helemaal Node.js-programma's gaan schrijven. Dat hoeft allemaal niet. Hij moet gewoon op je computer staan om te runnen. Op het moment dat je tikt npm install of npm run serve, dan wordt Node wordt afgetrapt op de achtergrond. En er staat hier ook, het is eigenlijk een JavaScript runtime. Dus hij runt jouw programma, maar verder hoef je er niks aan te doen. Nou, dit is een plaatje voor Node 10, maar ik denk inmiddels zijn Node 14 of Node 15. Ja, hier, die zijn ook al beschikbaar. Dus je moet Node 10 of hoger hebben. Maar het moet er wel op staan. Dus check dat eventjes voordat je aan de slag gaat. Als je een terminalvenster opent, of je doet dat in Visual Studio Code of in IntelliJ, dat maakt niet uit. Maar als je hier iets tikt als Node, streepje version, dan zie je hier het versie nummer. Nou, ik heb versie 12, dat is hoger dan 10, dus dat gaat goed werken. Kleine zijstap, je hebt ook NPM. En NPM is een programma, dat is de Node Package Manager. Die draait bovenop Node. En die heeft een eigen versienummer. Dus in dit geval versie 6. En ik geloof dat nu sinds een week of 2, 3 is ook versie 7 verschenen. Maar die dingen zijn van elkaar verschillend. Dat is normaal. Dat hoort zo. Het zijn losse producten eigenlijk. Dus in die zin, Node heb je nodig als tool. Die moet je installeren. Als je het niet hebt, kijk in downloads. Installeer het op je eigen PC, anders dan werkt het niet. En een van die Node packages is de Vue CLI. En de CLI is een command line interface. Het is een package die op Node.js wordt gebruikt, waarmee je eigenlijk allemaal nieuwe projecten maakt en items aan je ding gaat toevoegen. Dus dit is een beetje wat er ook in hoofdstuk 2 staat, van hoe maak je nou nieuwe projecten. Het is weer een apart werkgroepje wat daarover gaat, dus ze hebben ook een aparte site, maar het is wel allemaal geïntegreerd met de Vue werkwijze, de Vue CLI. Nou, hier kun je kiezen voor Getting Started, en dan staat hier beschreven, ja, in het Engels allemaal natuurlijk. Lees het boek, dan zie je het in het Nederlands. Maar dan, je gebruikt die tool om je Vue-applicaties te kunnen maken. Dus dan gebruik je Node om eenmalig dat ding globaal te installeren vanaf dit adres. En daar hoef je, dat is gewoon zo, er zitten allerlei achtergronden aan, maar dat hoef je verder niet te weten. En op het moment dat je die hebt gemaakt, dan kun je zeggen, ik ga een nieuw project maken. Hier, npm install, -g, en die heeft ook weer een eigen versienummer. Dus als je checkt of die aanwezig is, view-version... dan zie je, ik heb hier versie 4.5.11. Nou, het lijkt me prima. Het is weer een ander versienummer. En hier had ik trouwens versie 3.1 nog. Dus dat is al een wat oudere screenshot. En de belangrijkste manier om nieuwe applicaties te beginnen, en het punt is, ja, dit weet je misschien al, hè, van hoe maak je een nieuwe applicatie, maar doe dit ook voor gewoon losse deeltechniekjes die je wilt uitproberen. Moet jij in één keer data uit een andere API gaan halen, of wil je ergens mee oefenen, maak dan gewoon even een nieuw applicatietje. Hoe kun je dat in het klein doen? Dan hoef je dat niet helemaal in je grote applicatie, aparte branch te maken, als je met versiebeheersystemen werkt. En daarin dingen in te voegen, terug te rollen, te mergen. Dat is allemaal niet nodig. Je kunt hier gewoon op een command line iets al zeggen. Laat ik even naar mijn desktop wisselen, zodat je ziet wat... Dat ik hem daar ga maken. Hier kun je iets zeggen als view create. En dan ga je gewoon een klein applicatietje maken. Ik maak bijvoorbeeld een VDM app. Zoiets. En die command line, die werkt... Oh, we hebben hier een nieuwe versie, zie ik. Ik kan van 4.5.11 naar 4.5.12. Nou, heb ik nog niet gedaan. Ga ik nou ook niet doen. Maar je kunt dit altijd probleemloos updaten, overigens. De oudere versie wordt overschreven. En je hoeft niet bang te zijn dat er opeens iets niet meer werkt. Het is altijd backward compatible. Maar het kern is hier van deze CLI. Kijk, React, om maar eens wat te noemen, die heeft dat niet. Dan zeg je, maak een nieuwe app en je krijgt gewoon
standaard de kale React app. Maar hier zegt hij van nee, wat wil je? Wil je view 2? Wil je misschien view 3? Kijk, zelfs in deze versie wordt het nog een preview genoemd. Of wil je handmatig de items selecteren? Nou, ik kies nu bijvoorbeeld handmatig. Druk op enter om naar de volgende stap te gaan. En dan kun je hier met de pijltjes toetsen, kun je naar boven en naar beneden. En met de spatiebalk kun je bepaalde items inschakelen of uitschakelen. Dus stel dat ik alvast in het begin de router wil toevoegen. Hier, router, dan heb ik die nu aangevinkt. Dus dat betekent dat ik hem zal krijgen. In React moet je dat op een later tijdstip zelf gaan toevoegen. En Angular die zet zijn router erin, of je nou wilt of niet. Excuus. In ieder geval, het punt hier is, die CLI is op een plug-in systeem gebaseerd. En het kan zijn dat er in de toekomst de makers nieuwe plugins maken en dat jij dus meer opties hebt dan deze 8 of 9 die er nu staan. En elke optie kan weer zijn eigen vervolgopties hebben. Hier is nu ingeschakeld, kies de versie, kies Babel. Eventueel kun je nog TypeScript inschakelen als je dat wilt. Nou, dan krijg je direct klasgebaseerde componenten. Dat ga ik nou niet doen. Maar op het moment dat je hiermee tevreden bent, dan druk je weer op Enter en gaat hij naar de volgende stap. En dan gaat hij per geselecteerd item de vragen gaat hij stellen. Nou, hier wil ik bijvoorbeeld view 3 kiezen. Ja, hij zegt nog steeds dat het een preview is, maar ik kies view 3. En omdat ik ook de router had geselecteerd, vraagt hij van, wil je de history mode inschakelen? Nou ja, soms weet je niet, dan moet je eerst weer googlen, wat betekent die vraag eigenlijk? De history mode is zo'n hashtag die in de URL staat. Vroeger, ten tijde van jQuery en tot 2015, 2016, werden altijd van die hashtekens in de URL gezet. Nu hoeft dat niet meer, maar moet je wel de server goed configureren. Dus ik zeg van ja, dat wil ik wel, dat is goed. En ook hier, ik druk steeds op enter om eigenlijk de volgende standaardwaarden over te nemen. En oké, nu gaat hij aan de slag. Dus dit hangt af van de snelheid van je internetverbinding, snelheid van de computer. Hij gaat nu de applicatie helemaal voor jou maken. En alvast alle packages installeren. Ik laat hem op de achtergrond even draaien, want dat kan 2-3 minuutjes duren. Maar dan gaat hij alle packages installeren die in Node.js, dus even een paar slides terug, die in Node.js met NPM zijn aangegeven. Want ik heb gezegd, ja, je moet view 3 ophalen, je moet de router ophalen en zo zijn er nog wat dingen. Dus die worden nu geïnstalleerd. Ja. Ik heb manual select gekozen, enzovoort, enzovoort. Eventueel kun je dat ook allemaal achteraf nog toevoegen hoor. Maar ja, het is wel handig om dat vooraf al te doen. En wat ik zei, heb je 1 geïsoleerd stukje nieuwe functionaliteit wat je wilt oefenen of wilt leren, dan maak gewoon even een nieuw projectje. Het ding is ervoor. Dus wees daar niet te bang in. Want een heleboel wat ik vaak tegenkom, mensen die hebben 1 applicatie waar ze aan werken en dat is, ja, dat is de hele grote superapplicatie van het hele bedrijf. Dus doe dat niet. Hè? Deze CLI is juist voor om kleine projectjes te maken. Dus ik ben met de standaard mogelijkheden, met uitzondering van de router, er was geen standaard mogelijkheid. Maar die heb ik hier gekozen. En oké, die heb ik hier in het... ik heb op enter gedrukt om dat project te gaan maken. En als het goed is die klaar? Ah, kijk, hij is klaar. Dat is mooi, dit heeft hij allemaal gedaan. Het kan zijn in jouw situatie dat daar soms warnings in staan. Die staan in gele tekst. Waarschuwingen mag je negeren. Dan zegt hij van, hey, dit ding, er is een nieuwere versie, of het is niet veilig. Nou, valt over het algemeen reuze mee, dus dat mag je negeren. Je moet nu wel naar die app toe cd'en. Dus ik maak het venster leeg en dan cd naar de VDM-app. En dan de opdracht om het project te starten is npm run serve. En dat run serve, dat is geen magic. Ik zal je zo laten zien waar het vandaan komt. Maar nu gaat eigenlijk op de achtergrond Webpack, dat is een tooltje wat er is meegeïnstalleerd, gaat een bundel maken. En die wordt hier geserveerd op dit adres, localhost 8080. En dan moet ik die eventjes kopiëren en naar mijn browser toe. En hem daarin plakken. Localhost 8080. Dus dit is mijn View-applicatie. Ik had voor de router gekozen, dus ik krijg direct een over ons pagina. Hier. Oké, ik zeg over ons pagina, maar het is eigenlijk een over ons component. Daar gaan we zo dadelijk nog naar kijken.
En je kunt heen en weer schakelen. En je ziet ook hier in de URL dat het adres wordt aangepast. Dus eigenlijk heb je nu een goed beginpunt om je applicatie verder te gaan ontwikkelen. En ja, wat vroeger dus veel gebeurde, was dat hier een hash tussen werd gezet. Misschien ken je dat nog wel. In moderne omgevingen is dat eigenlijk niet meer noodzakelijk. Nou, wat je dan kunt gaan doen, is die applicatie gaan openen in de editor van jouw keuze. En daarin verder gaan werken. Ik gebruik WebStorm, dat is mijn keuze. Ik hou daarvan, in een licht thema, zoals je hier ziet. Ik weet, een heleboel mensen houden van donkere thema's, maar ik hou van lichte thema's. En anderen houden van Visual Studio Code, of IntelliJ, of Visual Studio, of Atom, of Notepad++. Het is allemaal prima. Als je maar code kunt tikken, ik kies hier de WebStorm heb ik gekozen. En daar is waar is mijn applicatie? Die wil ik even vernieuwen, want hier is de VDM-app die ik zojuist heb gemaakt. Oké. En als het goed is, krijg je nu de structuur van de applicatie te zien. Ja, doe dit vooral ook zelf, hè, om daar mee te oefenen. De README wordt geopend. Hier in de Source folder zijn alle componenten aanwezig. En in Views, omdat ik de router heb gekozen, krijg ik een Views-mapje waarin de Home View en de About View aanwezig zijn. En ja, het idee is eigenlijk, zet al je pagina's in een mapje wat Views heet. Voor View, letterlijk. Voor View maakt het niet uit, hè? Als je het maar kan vinden. Hier, je ziet al allerlei import statements staan. Nou ja, als je maar de goede directory kan vinden. Maar technisch mag je het overal neerzetten waar je wilt. Maar voor jou als developer is het handig om deze structuur te respecteren. En een view wordt weer samengesteld uit één of twee of meerdere componenten. Dat is een beetje het idee daarvan. Nou, het standaard project is gestart, hè, dus je krijgt hier de standaard waarde met home, met een aantal links erin van de items die ik heb gekozen. Dus ik heb de router aangevinkt, dat betekent dat hier nu ook een router link in staat. Dus als ik daarop klik, dan ga ik naar de routerpagina en, nou oké. Als het goed is kan ik hier meer informatie vinden. En ik had verwacht dat ik een iets mooiere website zou krijgen dan deze GitHub pagina, maar dat... In ieder geval proberen ze jou een beetje op weg te helpen. En wat de meeste mensen nu altijd doen, is deze HTML wegknikkeren en daar je eigen HTML voor in de plaats zetten. Of zelfs die hele component verwijderen. En dat is waar ik nu in de rest van de presentatie nog op in wil gaan. Ik wil je laten zien hoe componenten eruit zien en hoe ze met elkaar samenwerken. Want de component heeft namelijk altijd dezelfde structuur. Altijd. Dit is die... app.view, dat is afspraak. Je standaard component die heet app.view. Hier, app.view, daar. En hierin staan nu twee linkjes naar mijn homepagina en naar mijn about view. En er staat een stukje CSS in. Maar het kenmerk, laat ik even naar die Hello World applicatie, Hello World component kijken. Hier. Elke component bestaat uit drie onderdelen. Altijd. Maximaal drie onderdelen, excuus. De onderdelen zijn namelijk niet verplicht, maar je hebt drie onderdelen. Je hebt een template, hè, dat is je HTML-deel, en dat is letterlijk een tag, zie je, template. En hierin schrijf je de HTML, de user interface, van jouw component. En je ziet hier een scriptblok, dat is het tweede deel. Dat was in view 2, was dat verplicht. Dan moest, zelfs al had je niks, had je gewoon een statische component, dan moest er een scriptblok in staan, wat leeg was. Maar nu in view 3 is die beperking is vervallen, dus je mag ook componenten maken die alleen een template hebben. En dat zie je bijvoorbeeld hier terug. Als je kijkt naar die about template, hier heb je alleen, hier heb je geen scriptblok, zie je? Maar je herkent wel deze HTML. Dus als je hier iets zegt als welkom bij mijn view site. Nou, dan kun je hier eigenlijk op de gebruikelijke manier je HTML gaan aanpassen. En als je hem saved, dan... Ik heb hem hier nog runnen. Nou, op de achtergrond is hij nou opnieuw gecompileerd. En als ik naar About ga, dan zie je dat daar de tekst is aangepast. Maar we waren bij die structuur van de componenten. En je hebt dus een template, een scriptblok en eventueel, dat is helemaal optioneel, een stylenblok.
Je mag zeggen, ik heb een aantal stijlen. En die stijlen, die, ja, hier zie je, deze stijlen, die, op het moment dat je zo'n style tag gebruikt, dan geldt die voor je hele applicatie. Heb je een globale stijl gemaakt. Maar je mag ook zeggen, en laat ik dat even heel kort doen hier. Ik ga bijvoorbeeld aan mijn About pagina een stijlenblok toevoegen. En die stijlen, die ga ik apart attribuut geven, scoped. En scoped wil zeggen, ga mijn stijl beperken tot deze component. En als ik hierin iets zeg als bijvoorbeeld, ik tik even een standaard stukje CSS. En ik maak even een color, ik ben niet zo heel goed in CSS, maar laten we die pink maken of zoiets. Deep pink, prachtige kleur. En nu deze H2, hè, die is alleen van toepassing op deze component. Dan denk je van, ja, dat is logisch. Maar zo simpel, dat is dus niet logisch. Want standaard zijn alle stijlen zijn globaal. Tenzij je zelf voorzieningen daarvoor treft. Maar in Vue mag je zeggen van, hé, er is een scoped stijl. En je ziet ook trouwens in mijn editor, op het moment dat ik het trefwoord scoped tik, dat er hier zo'n vinkje voor staat van Vue. Hè? Dus dat is een Vue-specifiek attribuut. Dat is geen standaard HTML. Typisch voor Vue. Maar als het goed is, is nu die H2... Kijk, die is deep pink. En als hier een H2 wordt gebruikt, is die... Kijk, die zijn gewoon zwart. Want die zijn... Ik denk tenminste dat het een H2 is. Ik zeg dat wel heel snel, maar laat ik het even checken. Oh, het is een H3. Nou, weet je wat? Ik maak er een H2 van. Hier, installed CLI plugins. Daar. Maar je zult wel zien, kijk, hij wordt ietsje groter, maar hij blijft zwart. He, dus die stijlen zijn echt gescoped tot die betreffende component. Maar, en dat is het idee hier... Hoe groot of hoe klein je component ook is, je hebt altijd deze drie onderdelen. Een template, een script en een stijlenblok. Eventueel zeg je van, ik heb alleen een template. Dan heb je geen logica, dan heb je een statische component gemaakt. Maar wil je je component logica gaan geven, dan ga je daarvoor een scriptblok gebruiken. Oké, dus ook, ja, ik had hier een slide met live demo, maar daar was ik inmiddels al mee bezig. Ik wil je nog wat meer laten zien over die verschillende blokken, over het scriptblok met name. Want ja, wat ik al zei, hier in Hello World, die wordt hier geladen in app.view. Nee, in de home.view. Kijk, in de home.view is weer, ja, het gaat direct een beetje ver, maar in de router staat een indexpagina en er wordt gezegd van oké, als het pad leeg is, ga dan de home component laden. Dat is deze component. Hier. Lees eventueel hoofdstuk 7 hoe dat verder gaat. Hoofdstuk 6. Hier deze home. En dat is weer een gewone component. En die bestaat uit deze drie delen. Nou ja, hij heeft geen stijlenblok, maar wel een scriptblok en een templateblok. En ik wil je nu iets meer over die scripts laten zien. Want zo'n component die we hebben gemaakt, die moet wel bekend zijn. Ik heb nu eigenlijk een verbinding aangebracht tussen mijn home.view en de helloworld.view. En je ziet hier in het scriptblok dat daar een importregel wordt geschreven. Hij wordt dus vanaf die positie geïmporteerd. En hij wordt hier, en dat is de kenmerk van Vue, hij wordt op het componentobject toegevoegd. Hier... Dit is uiteindelijk gewoon export default. Het is gewoon een object. Het is gewoon een JavaScript-object. Maar het is een JavaScript-object met een aantal voorgedefinieerde namen. Namelijk de naam. Hoe heet dat ding? Home. Nou ja, die wordt dan gebruikt in de router of vanuit JavaScript kun je hier naartoe verwijzen. En hij heeft een sectie componenten. Geïntegreerde componenten. Dus stel dat ik nou een nieuwe component maak. En die wil ik gaan gebruiken. Waarom klaagt hij daarover overigens? Module is not installed. Nou, hij doet het echt wel hoor. Het zal wel goed gaan. Hier. Oh, daar. Stel dat ik een nieuwe component ga maken. Hier, ik zeg nieuw. En in WebStorm kun je dan zeggen, oké, maak een view component voor me. En in andere editors moet je dat soms met de hand intikken. Of je moet daar een snippet voor ophalen. En ik noem hier bijvoorbeeld customer list. Ik ga een customer component maken. Ja, die wordt toegevoegd. En hier zie je alweer, mijn editor heeft deze drie onderdelen toegevoegd. Template, script en stijlen. Nou, ik gebruik geen stijlen, dus die haal ik weg. En in je template, daar moet je wel iets inzetten, anders dan doet hij het niet. Ik maak daarvoor een div en ik maak bijvoorbeeld een UL met een list item. En ik zet daarin
een customer, zeg ik dat. Van Dure Media. Dus hier een H2'tje. Onze klanten. En zover kun je dat gaan uitbreiden. Stel, je hebt hier ook hier iets als bol.com. En we hebben nog uiteraard de boekwinkel. En nou, wat hebben we nog meer als klant? Weet ik niet. Lezers. Zo. Deze component die heet customer list. Nou, wil ik die daadwerkelijk gaan gebruiken, dan moet ik die hier importeren. Alle componenten moeten hier bekend zijn. Dus ik maak dit verhaal nog af, dan vat ik het samen en dan gaan we naar de chatbox toe. Wil ik die gaan gebruiken, zul je die moeten importeren. Dus ik importeer mijn customer list. En ook hier, je ziet, WebStorm, die geeft al een melding van, hé, waarschijnlijk wil je de customer list component gaan maken, die je net hebt gemaakt. Dus ik klik daarop en je ziet van, oké, hier wordt die uit dit pad gehaald. En nu mag je in Vue daar een add-tekentje voor gebruiken. Dus add is eigenlijk een shortcut naar de source folder. En nu zet hij de kringeltjes onder, omdat hij zegt van, ja, hij is gedefinieerd, maar hij wordt nog niet gebruikt. Nee, omdat ik hem hier moet toevoegen aan het lijstje met componenten. Dus hier in Components moet ik mijn customer list gaan toevoegen. En dan het volgende stapje, dan wordt hij hier gezegd van, ja, oké, je hebt hem geïmporteerd, maar je hebt hem nog steeds niet gebruikt. Nou, en ik ga hier nu in mijn template, die Hello World, even een commentaar van maken. En in plaats daarvan ga ik mijn customer list gebruiken. En je ziet ook hier dat view zegt, hé, dat is een view component. Met andere woorden, elke component wordt exposed als een HTML tag. En die customer list, ja, die mag je op verschillende manieren noteren. Lees dat eventueel na. En, oh ja, nou begint hij hier weer te klagen. Ja, nou wordt Hello World niet meer gebruikt. Dus dan ga ik daar ook een commentaartje voor zetten en daar een commentaar. En als ik hem nu opsla en ik ga naar mijn pagina, dan zie je hier een lijstje met componenten. Maar het punt is, je maakt losse componenten en die worden als HTML-elementen geïmporteerd en toegevoegd aan het scriptblok. En eventueel kun je dat scriptblok uitbreiden met allerlei extra opties. Je kunt zeggen, ik ga de logica aan toevoegen door een aantal methodes te schrijven. Ik ga bijvoorbeeld berekende eigenschappen maken, computed properties, door die eraan toe te voegen. Ik ga data maken op deze component. En data is een beetje een apart verhaal, want data moet dan weer een functie zijn die een object retourneert. En stel bijvoorbeeld, je hebt een titel en die is gelijk aan Hello VDM. Nou, en die titel, hè, dit data-attribuut, kun je dan weer gaan binden. Dus hier mag je iets zeggen als een H1 en daarin ga je de titel binden. Dit is een stukje databinding en die databinding, dat zal je niet verbazen, staat hier in het componentje data. En die data kun je dan importeren vanuit andere bronnen of vanuit web APIs of HTTP, noem maar op. Maar het werkt wel. Hè? Hier staat de Hello VDM, dit is mijn klantenlijst. Dus je hebt een beetje gezien hoe de structuur van componenten is en hoe je die componenten in elkaar gaat importeren. En ja, helemaal tot slot, ik praat zo de hele middag vol, dus ik moet een beetje de tijd in de gaten houden. Maar dit ding, wat je hier ziet, dit heet een property, een prop. Hier, MSG. Dus je kunt op je component, laten we eens naar het Hello World componentje gaan kijken. Hier, mijn Hello World component, heb je een, zie je, props. Die heet MSG. Dus ook dit weer, het hele view gaat om het uitbreiden, het samenstellen van je componentobject. Hier wordt eigenlijk gezegd, er wordt van buitenaf een property ingeplaatst. En die noem ik message, MSG. En het type is string. Maar het is eigenlijk gewoon een stukje data. Dus kan ik die message, kan ik hier weer binden. En zo werkt eigenlijk alles in Vue met elkaar samen. Nou, dit zijn wat manieren waarop je met componenten omgaat. En het, ja, je begrijpt wel, de hele applicatie wordt opgebouwd uit componenten en elke component heeft een gespecialiseerd stukje user interface. En dat is wat ik je in deze 20, 25 minuten wilde laten zien. De user interface is de output van je component
met databinding. De props zijn de input van je component. En dus eventueel die import statements. Nou, dus dit zijn eigenlijk de kernconcepten. Hè. Er wordt gewerkt met componenten, met props, met data. Of in een duur woord heet dat state, maar het is eigenlijk gewoon variabelen, gewoon data. Methodes heb je gezien. En een volgende stap zou dan kunnen zijn van oké, we gaan die routing uitbreiden. We gaan de componenten wat meer logica geven. Ik ga hem uitrollen naar een productieserver. Ik ga unit tests daarop uit voor schrijven om het te zorgen dat het allemaal netjes is afgedekt. Dus dat zijn de kernconcepten van Vue. Nou, en zo heb je toch in een uurtje hopelijk wat achtergronden gezien bij Vue zelf. Eerst het grote plaatje. Hè, dat was het eerste doel eigenlijk, het high-level overview van Vue.js in combinatie met React, Angular, Polymer en eventueel ook Ember of Durendal of Aurelia. Er zijn allerlei frameworks. Vue is populair en goed. En je hebt enige praktische kennis opgedaan van Vue als framework. Hè? Van hoe maak ik componenten en hoe voeg ik die in elkaar? Nou, dus heb je daar een beetje. En zo ga ik gewoon letterlijk aan de slag met. Als ik projecten heb, ja, dan maak ik een nieuw klein projectje en heb ik een heel gespecialiseerde taak. En op het moment dat het in dat kleine projectje goed werkt, dan ga ik het in de grotere, echte applicatie zetten, zeg maar. Dus dat is het. Ja, eigenlijk mijn verhaal. Ik hoop dat je daar wat ideeën bij hebt opgekregen. Ik zie in de chatbox, ik wijs een beetje omhoog, want ik heb twee monitors, die staan boven elkaar, dus ik kijk soms een beetje zo. Ik zal de vragen herhalen en ik zal hem ook eerst even in. Want als ik de chatbox in beeld sleep, dan heb ik gemerkt bij Zoom, dan zien jullie het niet. Want Zoom die zet niet zijn eigen dingen in beeld. Dus hier, vraag. De eerste vraag, die was van Mark. Kan ik het boek, net als alle anderen in de serie, elektronisch registreren? Ja, dat kan. Er staat hier een registratiecode in. Even kijken. Hier. Nou, ja, ik hoop dat je het kunt lezen, maar in ieder geval staat erin. En dan kun je het boek ook gratis lezen op Jindo. Dat is een elektronisch platform waarbij je het, ja, moet je wel registreren voor een account. Maar daar kun je dan wat extra's, of in ieder geval kun je het boek ook digitaal lezen. Dus dat elektronisch registreren is zeker mogelijk. Ja. Dan een andere vraag. Ik zal hem even hier inplaatsen. Zou je iets kunnen, dat was een vraag van Karel, zou je iets kunnen zeggen over design patterns binnen Vue.js? Ja, een design pattern is eigenlijk, ja, een beetje oneerbiedig, maar het is niks meer dan een setje afspraken, de conventies. En de manieren waarop het op de beste manier wordt gedaan. Dus ik heb nu laten zien van oké, er is een mapje componenten, er is een mapje router, een mapje views. Het design pattern is separation of concerns. Zet in elke folder de items die daarbij horen. Dus hier staan eigenlijk allemaal losse componenten. En het zijn er nu 2. Maar als het er 20 worden, dan is dat weer te veel. Dan is het design pattern van, ga dat onderverdelen in een nieuwe directory. En zet bijvoorbeeld hier alles neer wat met customers te maken heeft. En dan zet je die customer list, customer detail, customer invoice, customer van alles. Dat zet je in mapje customers. Maar dat doe je op het moment dat je er meer dan 5 tot 7 krijgt. En zo wordt eigenlijk, dit is de algemene structuur, het design pattern, hoe je applicaties opzet. Nou, zo zijn er ook patronen, en ik denk dat Mark daarop doelt, om te gaan met code. Oh, dat staat hier niet, hier in Main.js. Met design pattern, hoe ga ik nu om met code? Nou, daar is een heleboel over te vertellen, maar ik kan je eigenlijk hiernaar verwijzen, waar is mijn browser gebleven, op Vue.js heb je een stijlgids hier. Kijk, hier staat de style guide. En in de style guide van Vue.js wordt eigenlijk beschreven, wat je hier ziet, van oké, dit zijn de regels waarvan wij vinden dat jij ze als developer moet toepassen. En dus dat is, het is niet zozeer een industriebreed design pattern, maar ook dat kun je toepassen hoor. Maar je kunt zeggen, ik wil zelf het factory patroon toepassen, of ik wil het
het statement, het view action statement is een patroon toepassen. Maar hier staat beschreven hoe TeamView vindt dat jij alles moet doen. En nogmaals, dat heb ik niet zelf verzonnen, maar daar staat dus in van maak een mapje componenten en maak een mapje views. Dus hier staat het in beschreven. Ja? Dat is iets over design patterns. En ja, er is superveel over te vertellen. Maar lees die stijlgids. Dan vind je de opinie van TeamView daarin. En dan, ja, het is 11:55. Dus ik denk dat ik hier ga afronden met de laatste vraag. Kun je werken... Ik zal hem kopiëren. Kun je werken met Bootstrap binnen Vue.js? Antwoord... Ja, uiteraard. Want Bootstrap is gewoon CSS. Dus je kunt dat... En dan wil ik het eigenlijk in een iets breder verband trekken. Je kunt werken met elke third-party library, zolang het maar HTML, CSS of JavaScript is. Want dat zijn de drie items waar het in Vue om gaat. HTML, CSS en JavaScript. Dus je kunt Bootstrap gebruiken, maar je kunt ook zeggen van nee, ik wil Material Design gebruiken, of ik wil Tailwind CSS gebruiken, of Zurb Foundation. Dat zijn eigenlijk allemaal alternatieven daarvoor. Maar je kunt dit probleemloos doen door hier in je applicatie te zeggen... En ik zal eventjes daar een klein beetje op inzoomen. Hier, ik ben in mijn applicatie aan het werk. NPM install Bootstrap. There we go. Nu wordt Bootstrap eigenlijk toegevoegd aan de... Ja, lees in het boek. Maar hij wordt hier toegevoegd aan package.json. Kijk, oh, hier zie je wat van die warnings. Zie je? Dat interesseert me allemaal niet. Ik ben niet geïnteresseerd in warnings. Als het een error was, dan was het ernstiger. Maar in ieder geval is Bootstrap 4.6 is nou toegevoegd. En je ziet ook hier in je package file dat hij een nieuwe dependency heeft, namelijk Bootstrap 4.6. Wil je die gaan gebruiken? En dat wil je natuurlijk, anders had je hem niet toegevoegd. Dan kun je zeggen, ik ga in main.js. En Bootstrap is dan een globale stylenbibliotheek. Dus wat we... Nu begrijp ik de vraag ook misschien, nu denk ik erover na. Hier in mijn customer list, of waar had ik dat gedaan? In About, hier had ik een scoped stijl beschreven. Nou, Bootstrap is meer globaal, voor mijn hele website. Betekent dat je die ook op globaal niveau gaat importeren. Hier bijvoorbeeld in main.js. Hier ga je iets schrijven als import... En dan is de map, die heet Bootstrap. Ja, gelukkig krijg ik IntelliSense in WebStorm, maar ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd. Maar Bootstrap, daar zit een dist folder in en die heeft een CSS folder en Bootstrap. Dus dit is het CSS bestand wat je nu importeert. Nogmaals, op main, op hoofdniveau. En dat betekent dat ik hier nu ook iets kan gaan zeggen. Ga bijvoorbeeld in mijn home.view. Class is home. Nee, class is nu... je ziet ze allemaal al staan. Hè? Call en container en al die Bootstrap classes die je daarin wilt gaan gebruiken. Dus ik maak bijvoorbeeld een Bootstrap container. En die H1, die titel, die geef ik een class. En dat is bijvoorbeeld alert. En alert danger. Altijd uitkijken met VDM. Dus hier, als het goed is, zul je zien... Waar is mijn applicatie gebleven? Dat ik nu eigenlijk de Bootstrap-classes heb toegevoegd en gebruikt binnen een Vue-programma. Door een NPM-install te geven. En voor de mensen die Bootstrap niet kennen, dit is een CSS-bibliotheek met allerlei componentjes erin. En die vind je hier terug. In de docs vind je welke componenten er zijn. En... Hier accordeons en alerts en buttons en noem maar op. Ik heb overigens ook een boek geschreven over Bootstrap, dus lees dat. Als je daar meer over wilt weten. Maar korte antwoord is ja, dat kun je gebruiken. Evenals alle andere libraries. Nou, helemaal tot slot, want ik wil niet te veel beslag leggen op jullie tijd. Dit waren een aantal vragen, dus bedankt voor jullie feedback in deze... In deze kwestie. Voordat ik afscheid neem, ik had nog één slide. Ik had gedacht dat ik hem ertussen had staan. Maar net in de inleiding vroeg iemand al iets van... Ik heb een platform ontwikkeld. Dat heet StudiMix. Als je zegt van, goh, ik vind het heel leuk dat boek... maar ik wil graag iets meer begeleiding... of ik wil wat meer achtergronden... en ik wil het rustig via een videootje bekijken... Nou, dan kun je hier in StudiMix, daar heb ik een studie gemaakt over Vue met tientallen video's. Hier.
En met werkschema's van hoe je dan het beste aan de slag kunt gaan. Hier worden allerlei items worden hier besproken. En in een programma van 6 weken wordt eigenlijk gezegd van oké, hoe ga je de ontwikkelomgeving inrichten? Hoe ga je een project maken? Wat zijn componenten? En hierin zie je dan letterlijk video. Ja, dan sta ik weer met mijn hoofd in beeld. Maar dan vertel ik van wat zijn eigenlijk allemaal andere dingen die in 6 weken het complete plaatje, meer dan in het boek overigens hoor. In het boek ga ik tot en met week 4 ongeveer. Week 5 en 6 zijn extra dingen. Hoe ga je om met databases? Hoe ga je om met deployment? Nou, en dan heb je bij elke video ook een werkblad met een oefening. Dus dat lijkt weer heel erg op hoe het in het boek gaat. Maar hier, ja, op een andere manier. Want de een die leest graag een boek. En de ander die kijkt graag een videootje. En je hebt overleg met mij. Elke week heb je een half uurtje overleg over hoe het is gegaan. Dus dat zijn wat dingetjes die je kunt gebruiken. En dat platform, dat heet StudyNix. Ik zal het even in de chatbox plaatsen. Dus dit is het platform. Maar ik zal er ook nog een slide bij plaatsen waarop je eventueel neem contact met me op als je daar meer over wilt weten. En voor de aanwezigen hier wordt daar een mooie prijs voor gemaakt. Dus verwijs daar even naar. Goed. Dus dat is eigenlijk de achtergronden. Ik hoop dat je dan hebt gehad. Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid. Bedankt voor jullie komst. En hopelijk tot ziens in real life. En superveel succes met Vue. Dankjewel. Tot ziens.